Hele goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik ben super laat opgestaan. Terwijl ik heb afgesproken met Ismee. Maar ik ga me nu even snel klaarmaken. Ik ben de laatste dagen echt een beetje slecht bezig. Want ik ga echt heel laat naar bed samen met Nessie. We kijken films gewoon in de avond, series, alles. En dan staan we ook heel erg laat op. En het heeft mijn hele ritme eigenlijk een beetje verpest. Dus dat ga ik vandaag weer even oppakken. Ik ga vandaag gewoon even lekker weer vroeg naar bed. Ik ga nu even snel mijn haren doen en dan zie ik jullie straks. Inmiddels een soort van mijn haar gedaan, even een staartje gedaan. Ik heb mijn make-up nog niet gedaan. Ik heb wel een even opgeplakt, want dat kan ik daar niet doen. Ik ben nu bij Ismee en we gaan ons samen opmaken. Dus ik heb mijn make-up tas mee. En we gaan ook nog samen eventjes koffie drinken thuis. En ik heb mijn melk mee. Nou, goed voorbereid meer. En daarna gaan we natuurlijk wel even iets leuks doen, want dat was sowieso de planning. Alleen we zijn allebei een beetje laat opgestaan en we waren allebei zo erg moe. Dat we dachten, nou, we doen het wel even rustig aan, even samen chillen thuis. En dan daarna even lekker weggaan. Ik ben trouwens echt sportief gekleed. Ik heb mijn Puma legging aan, mijn Puma schoenen aan en een zwart truitje. Nou guys, ik heb een koffie. En wij gaan ons nu klaarmaken. Ismee heeft wel echt een heel leuke make-up tafeltje. Kenny, ik heb jou gemist. Oh, ik kom echt, ook echt naar de camera toe. Nou, ik ben inmiddels een soort van ready. Ismee moet zich nog wel aankleden. Heb je al een outfit gevonden, Es? Ja. Ik ga doen die lak hier dinges met een oversized sweater en dan een Jeezy's of zo. Ah, dat is wel vet. Gaan we eerst naar de sieradenwinkeltje? Ja, en dan erbij voor. Toch? Ja. Of niet? Jawel. We kunnen wel rondkijken, toch? Ja. Ik zit nu lekker op de bank met Kenny. Ken, kom bij mij dan. Kom. Kom. Kom dan. Kusje. Kusje. Kijk, Kenny mag even naar buiten. Ga lopen dan. Niet zo hard. Niet zo hard, Bonnie. Niet zo hard, gek. Wij zijn nu op Witte de Wit. We waren weer even naar de sieradenwinkeltje. En toen keek ik toevallig dus in mijn auto naar mijn ring en mijn diamant. Of naar diamant. Mijn steentje was er gewoon uitgevallen. Dus ik ben teruggegaan. En nu krijg ik een nieuw steentje. Ik moet even wachten. Maar er is nog meer aan de hand. Het regent. En er komt dus rook uit mijn motorkap. Dus wij zijn een beetje bang. We wouden ANWB bellen. Maar volgens mij moet het nu iets minder zijn. Dus we gaan gewoon even doorrijden om wat te eten ergens. En dan gaan we heel snel weer even richting huis, denk ik. Dat is wel het meest verstandige. En we kunnen nog ergens anders naartoe gaan. Moeten we wel even jouw auto pakken. Oh, er komt nog steeds rook uit. Wij zijn dus momenteel ANWB aan het bellen. En dat gaat niet zo goed. We moeten best wel lang wachten. En er komt nog steeds rook aan mijn motorkap. Dus ik word wel een beetje bang van. Vervelend. U kunt uw pechmelding ook via onze WhatsApp app doorgeven. Wat leuk. Na het doorgeven van uw pechmelding krijgt u direct inzage in de status van uw pechmelding. Goedemiddag. Wij moeten dus nu wachten op ANWB en het kan een uurtje duren. Dus we hebben besloten om gewoon even lekker bij de kassa te zitten. Zal ik eens even kijken hoeveel het regenbad update is? Ja. En ik denk dat ik gewoon... Gewoon iets warms gaat drinken of zo. Net zo. Wat zei je nou? Helemaal niks, geen probleem. Van wat? Het is nu een kwartier geleden. We hebben geen update, dat is wel jammer, man. Ik denk dat ik gewoon even wat warms ga drinken en dan daarna pas gaan eten, hè? Ja. Want we hebben een heel leuk spotje ontdekt. We hebben een heel leuk spotje ontdekt en wij willen heel graag daar eten. Nou jongens, de ANWB komt over 4 minuten. Helemaal top, we zitten weer in de auto. Nu nog even wachten. Het duurde wat korter dan we hadden verwacht. Gelukkig. De wegenwacht is er. Super. We zijn nu dus bij een vegan tentje. En ze hebben hier gewoon open buffet. Dat is echt super handig voor mij. Want dan kan ik gewoon zien wat er precies in zit in bepaalde gerechten. Of ik het wel of niet mag. En ik heb het bordje even samengesteld. Het ziet er echt goed uit. Verschil moet er zijn. ik heb een eiersalade met een omeletje, avocado, broccoli, courgette en zalooksalade. Dit ziet er echt top uit.
trouwens, ik heb een nieuwe verslaving. Dit is mijn tweede in 2 dagen. En dat is vegan chai latte. Ik vind deze bekerbak cute. En S heeft een matcha latte. Is het lekker? Heel lekker. Ik moest van Esme dus dit tegen Nessie zeggen. Nessie, wil je met mij een keer larpen? Terwijl ik niet eens wist wat larpen was. Kijk hoe die reageert. Typ op. Waarom de fuck zou je dat willen? Weet je wel. Kijk wat die zegt. Oh, ik mag gewoon hij kent het wel. Dan gaat ze opkleden als ze in zijn shit in een bocht. Ik ben even schoenen aan het passen bij de Bijenkorf. En ik heb dus deze schoen gevonden van Burberry. Ze hebben die enkelaars, maar ik twijfel heel erg. Ik vond ze wel echt cute. Vooral met dat gouden detail. Maar ik weet niet. I don't know. Want ik weet niet zo goed hoe ik ze moet combineren. Kijk, nu staat het echt voor geen meter natuurlijk. Maar ze zijn best wel cute. Ik weet niet, man. Ik twijfel. Wat vinden jullie? Zo, nadat ik bij de Bijenkorf was geweest, ben ik een beetje de hele avond gaan chillen bij S. En ik ga nu weg naar huis. Fucking koud. Het is ook vanaf de appie ging sluiten. Even snel langs de appie gegaan en mijn crackers weer gehaald. Die ik mag eten. En tomaatjes, komkommetjes. Heel veel lekkere snacks voor morgen voor het ontbijt. Anders moet ik morgenochtend naar de supermarkt. Had ik echt even geen zin in. Oh, ik ben helemaal nat door de regen. Niet normaal. Maar wij hebben dus net Ex on the Beach gekeken. De USA versie. En die is echt veel heftiger dan de Ex on the Beach die wij zeg maar kennen. Echt niet normaal. En Vera is daar ook een kandidaat. En ja, zij is echt gestoord. Trouwens, ik heb nog niet gezegd hoe het is afgelopen met de ANWB. Maar het is gewoon opgelost. Er was eigenlijk niet zoveel aan de hand met mijn auto. Ze hebben de koelvloeistof ingedaan. En even kijken, wat hebben ze daarna gedaan? Oh ja, ze hebben toen mijn auto uitgelezen en mijn automaat. Want ik heb een automaat. En er was eigenlijk verder niks aan de hand. En toen zeiden ze wel van als er wel een lampje gaat branden terwijl je aan het rijden bent, dan moet je ons weer bellen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Dus ik rij nu lekker veilig naar huis. Hi Dinari. Oh, Dina wil me niet zien. Hi Lira. Vond je de melk lekker die ik je net gaf? Heb hem al op. Zo, ik ben nu in de badkamer. Ik heb mijn jas gezien aan. Ik heb het echt zo koud. Maar ik ga dus even een lekkere warme douche nemen. Daar kijk ik echt nu heel erg naar uit. Zo, ik heb een lekker gedoucht en ik wil je even laten zien wat ik vandaag heb gehaald. Ik heb namelijk nieuwe schoenen gehaald. En ik had vandaag een poll gedaan op mijn Instagram, omdat ik zo erg aan het twijfelen was over deze schoenen. Van, zal ik deze schoenen wel of niet halen? En 60% heeft gezegd op mijn Instagram dat ik deze niet moet halen en 40% vond ze wel leuk. Maar ik ben natuurlijk eigenwijs en als ik iets leuk vind, dan haal ik het gewoon. Ik ga jullie wel heel eerlijk zeggen, het zijn trouwens schoenen van Burberry. Ik zou ze voor de originele prijs niet halen, maar het was echt, het was echt een leuk prijsje. Dus ik dacht, ik haal ze gewoon. Want ja, ik vond ze wel vet. Het enige waar ik aan, wat me deed twijfelen was eigenlijk de hak, zeg maar. Want ik wil iets hogere hak en de hak was vrij laag. Maar voor de rest vond ik hem echt zo cute. En het was ook nog een leuke aanbieding. Dus ik dacht, ik ga het gewoon halen. Ik heb dus Burberry schoenen gehaald. Zijn trouwens ook echt mijn eerste Burberry iets, zeg maar. Ik heb nog nooit iets van Burberry gehaald. Even kijken. Zo, die ruikt de leer helemaal goed. Maar ze zien er dus zo uit. Dit zijn de schoenen. Ik vond ze gewoon echt leuk. Ik vond gewoon dat hele lak effect met dat goud en zo vond ik echt gewoon bij mij passen. Ik vond het echt heel erg cute. Alleen het hakje zoals ik zei vond ik te laag. Maar het was echt zo'n leuk prijs dat ik ze gewoon niet kon laten staan. En het was gewoon de laatste maat en dat was mijn maat. Dus ik heb ze gewoon gehaald. Dina vindt doosjes echt geweldig. Kijk, ik hoef alleen maar dit te doen. Nou, en ze zit erin. En ben je schattig zeg? Ben je schattig zeg? Lekker ding. Lekker ding, lekker ding, lekker ding. Ik ga even heel snel een heel simpele rivierkreeftjesalade maken voor op mijn crackers.
Voor de mensen die nieuwsgierig zijn welke crackers ik mag eten, dat zijn deze. En ik heb nou de smaak hazelnoot. Maar je hebt hier eigenlijk drie varianten van. Dat kan je trouwens ook gewoon bij de appie kopen. Echt blij dat ik een heel grote pan met macaroni had gemaakt voor Nessie, zodat ik vandaag niet hoefde te koken. Dan had hij de hele dag gewoon eten. Mijn rivierkreeftje salade is klaar. Het ziet er misschien niet zo heel erg lekker uit, maar ik heb het geproefd en het is zo lekker. Ik heb nu al zin in morgen in mijn ontbijt. Nessie is nu zijn eigen crackers lekker aan het eten met mijn rivierkreeftje salade en mijn komkommer salade. Welke vind je lekkerder? Deze. Echt? Gaat slapen. Ik denk dat je... Ik wist eigenlijk niet dat je in slaap was gevallen toen, tot ik je hoorde snurken. Dus toen maakte ik je wakker, ik was boos, want we waren samen aan een documentaire. Je boos? Ja, want je slaap viel terwijl ik aan het kijken was. Maar in ieder geval, dat was over gisteren, was je in slaap gevallen terwijl we een docu aan het kijken waren. En wij gaan nu een docu kijken op Netflix. Lekker gezellig op de bank. Nou, inmiddels ben ik aan het editen en is Nessie in slaap gevallen, zogenaamd. Dus ik ga hierbij ook de vlog afsluiten. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doeg! Ik vind het een beetje shy, die vlog. Wat wil je zeggen? Hier, neem maar even over. Sluit mijn vlog even af. Niet zo dichtbij. Ja, maar zeg dan wat. Sluit mijn vlog even af. Lieve mensen, dankjewel voor het kijken naar deze leuke vlog van Mirjam. Oh, Mirjam! Wie is niet te zien is? Wie is niet te zien? Jij. Ik ben er nooit in te zien in Mirjam vlogs. Zij wil mij niet meer in de vlogs. Oh, you know. Ah, bitch Mimi. Okay. Kijk allemaal mijn podcast. En volg me op Instagram. En abonneer op dit kanaal. Like. En laat er liever, laat er liever reactie achter. Jongen. Beslema! Ah! Ah! Pak hem, pak hem, pak hem. Ah!